Davino Verhulst, je stond opnieuw iets wat onverwacht tussen de palen. Ja, inderdaad. Hè. Dus een paar minuten voor de tijd, een van de eerste helft, doet hij teken dat hem last had. En ik moest mij gaan opwarmen en een tweede helft mag ik spelen. Inval is nooit makkelijk, zeker niet voor een doelman. Die moet er onmiddellijk staan, maar je hebt heel goed je best gedaan. Ja, het is zeker niet gemakkelijk invallen. En, ja, je zit er toch altijd, je zit er wel bezig met de wedstrijd, maar het is toch altijd, je beleeft het heel anders. Maar je bereidt je wel voor, dus je wilt er altijd staan. En ik heb bewezen dat ik er stond vandaag. De eerste helft waren we iets minder, maar je was getuige van toch wel een meer dan degelijke tweede helft. Hè? Ja, zeker. Ik denk dat wij de tweede helft een paar heel goede kansen krijgen om misschien zelfs wel te winnen hier. Maar ja, oké, okay, als de kansen niet afwerkt, ja, dan is het wel... Is het wel jammer, want ik denk dat we vandaag meer verdienen. Heb je een verklaring voor dat ontbreken van dat beetje geluk dat we nodig hebben? Nee, want anders zouden we het wel gedaan hebben. Dus ik weet het niet. Je ziet het de laatste weken dat gewoon... Het draait wel, maar we geraken niet aan de goal, maar we krijgen hem er niet te gemakkelijk in. En soms krijgen we dan gemakkelijke doelpunten tegen en dan weet je hoe dat voetbal is. Hè. En zo wordt de druk met een verplaatsing naar Oostende natuurlijk alleen maar groter. Ja, druk gaan we nu sowieso hebben. Of dat je nu vandaag had gewonnen of niet, die druk ging er blijven. Want we blijven van onder bangelen. En ik denk dat we al een paar keer de kans hebben gehad om er weg te geraken. Maar vandaag is het niet gelukt. Dus dan moeten we vrijdag op een heel moeilijke wedstrijd volgens mij. Maar zorgen dat we daar punten gaan halen. Wat is volgens jou de oplossing om voor de ommekeer te zorgen? Ik zou het niet weten. Ik ben geen trainer. Dus... Ik zeg het, we moeten gewoon blijven doen en vertrouwen in hebben. En proberen toch dat goaltje mee te pakken elke keer. Jullie en ook jij bent klaar voor de verplaatsing naar Oostende? Ik ben altijd klaar, dus we zullen zien. Oké, dankjewel. Davino Verhulst.